Zit je me uit te lachen? Ze zit me uit te lachen. Dan is het zover. Shit. Ja, nou ga ik huilen. Ja. Ja, sowieso. Oh, ik vind het zo erg. Ik kijk heel erg tegenop. Sassy is ondertussen in de operatiekamer. Ze wordt nu behandeld. Wij mochten er niet bij zijn. Yo, welkom bij een nieuwe vlog. We zitten op de gang. We zitten op de gang. Dat komt omdat Jeppe slaapt en we mogen geen herrie maken in huis. Hier wel. En we moeten herrie maken, want we hebben iets vieren. Ja, we echt super vet. We willen je alvast heel erg bedanken, want wij hebben 20.000 volgers gehaald. Dat is echt 20.000! Ja. Yay! Super vet. Oh, ja, oh ja. Proost. Cheers. Cheers. Op jullie. Super thanks. Jeppe die wilde er ook wel bij zijn. Die ligt helaas slapen, maar die wilde, namens hem wil ik jullie ook heel graag bedanken. En als je nou kijkt en je denkt, hè, maar ik ben nog helemaal geen abonnee van je kanaal. Doe dat dan nu even druk op abonneren. Vinden we super vet. Ja. Neem wij een slokje en dan gaan we traditioneel wat jij voor één keer nog een keer mag doen. Nee, dat zeg je altijd. Vieren. Oké, maar eerst slokje. Iets vieren kan niet zonder partypopper. Ik heb je eigenlijk verboden, maar hier is de partypopper, die komt eraan. Verder in deze vlog ga ik naar het ziekenhuis. Waarom, dat zie je wel. Heb ik afscheid van 3FM. Ga je klussen. Oh ja. En we gaan dansen op ADE. Vet, dus allemaal blijven kijken en dan mag je nu voor de laatste keer. Dank je. Wat? Dank jullie wel! Welkom bij Klussen met Kijkers. Anderhalf jaar geleden kochten we dit huis. Waren we super blij mee. We hadden allemaal ideeën bedacht van oh, dit gaan we doen, dat gaan we doen. Uiteindelijk wonen we hier nu dus al anderhalf jaar en is er niet zo heel veel gebeurd. Toen we hier kwamen wonen was ik zwanger en waren we met de babykamer bezig, die is dan wel al helemaal af. Maar voor de rest hebben we heel veel van die projecten die we gewoon hebben laten liggen. Zo van ja, komt wel, komt wel. Maar ja, ik denk dan, het is een koophuis. Dus je moet het gewoon echt mooi en je eigen maken. Want dan voelt het ook helemaal als jouw huisje. Nou ja, je ziet het al. Ik ben begonnen aan een van de projecten die ik al heel lang op de plank had liggen. Namelijk de wc. Dat wilden we al heel lang gewoon leuk behangen. Dus kijk. Ik ben alvast begonnen. Baan 1 hangt erop. Hier staat een emmer met lijm. En alle behangtools. Nou, ik ben niet echt een professional als het gaat om hele precieze klusjes. Maar ik ga van dit hokje een mooi bloemetjesbehang maken. Dit wilde ik eigenlijk op de slaapkamer. Achter het bed. En dat vond Siep een beetje heftig. Dus nu mocht ik dan de wc, als een soort van compromis, mocht ik de wc mooi maken. Nou, de allereerste strook uit mijn leven. Maar het komt goed, ik kan dit. Dus ik ga weer even verder. Terwijl Sas lekker aan het klussen is, zit ik ook niet stil. Ik ga ook iets doen. Namelijk... Zit je me uit te lachen? Ze zit me uit te lachen. Nee, ja, en mezelf. Moet je kijken hoe ik dit aan het doen ben. Ik heb geen meetlat, maar ik heb wel een kek mama. Daarmee probeer ik nu rechte baantjes te maken. Maar in ieder geval, ik ga dus ook iets klussen. Dit skateboard komt op Jeppers kamertje te hangen en het wordt een soort schoenen. Plankje. Maar daarvoor moet ik wel even naar de bouwmarkt, want ik ga er een stukje van afzagen, zodat een mooie rechterkant tegen de muur hangt. Nou ja, in ieder geval wordt een stukje van afgezaagd bij de bouwmarkt en daar ga ik nu heen. Nou, ik ben op mijn fietsje gestapt. Ik zei vorige keer al dat ik een nieuwe fiets heb. En nu ik er toch op zit, wil ik hem toch even aan je laten zien. Het is niet die ene geworden van Mallorca helaas, maar dit is wel een hele vette fiets. Kijk. Het is een witte van Move met een plankje voorop, dus daar kan ik mooi nu mijn skateboardje leggen. Niet gesponsord, maar toch wel de moeite waard vind ik om te delen, want ik ben heel blij met de fiets. Ook handig voor kleine ritjes naar de bouwmarkt dus. Net thuis. Skateboard is nog helemaal heel, helaas. Ze vonden het bij de bouwmarkt toch een beetje een te gek ding om te zagen. Dan zou het heel snel misgaan en dan ben ik dus mijn bord kwijt. Dus ik dacht van, laten we het dan maar niet doen. Ondertussen bij het behangproject. Hallo! Nou, ja, dit gaat echt de goede kant op. Ik moet nog één baan. En het licht is nu uit, want ik heb het stopcontact afgehaald. Ik moet om het stopcontact heen behangen. Kan ik. En dan ben ik klaar. Oh, ik stil met een mesje zwaaien. Zo. Ja, ik blijf ook op afstand. Heel goed. En hoe het dus eindelijk gaat worden in de wc, dat zie je aan het einde in de home tour. Ik ga dus met de hand zagen. Kijken of ik dat wel goed kan. Ben benieuwd. Zo, Sas, jij bent op je werk. Ja. Maar ik ben ook mee. Ja. Want ik ben je Bob voor vanavond. Mijn Bob en mijn mental support. Ja. Alles.
Dit is de allerlaatste keer dat ik bij 3FM ben. Ja, dat is voorlopig wel even het feit, joh. Dat is wel gek, hè? Ja, dat is wel een beetje gek, want het is toch al 8 jaar geweest, toch? Ik heb hier 8 jaar gewerkt, ja. Hierachter. Waar zit de studio? Ja, dit is nu je laatste uitzending. Ik ben er voor je om een handje vast te houden. Ik ga je veilig naar huis brengen. We hebben een oppas, dus het kan nog gewoon best wel laat worden ook als je wil. We gaan het doen, hè? Ja. Veel plezier met je laatste show. Dankjewel. Dank je, alsjeblieft. Is het heel erg als ik moet huilen tijdens mijn laatste show? Ja, ik weet niet. Voor de view zou het wel heel leuk zijn om zo'n trein. Ik ga sowieso huilen, ja. Wij gaan een mooie show maken en we checken je later. Dan is het zover. Shit. Ja, dan ga ik huilen. Ja. Sowieso. Ja, 8 jaar geleden kwam ik binnen uit 3FM. Zoveel lieve luisteraars, zoveel mooie momenten. Ik heb echt festivals afgelopen. Maar ik heb één boodschap voor iedereen die luistert. Ga altijd voor het hoogst haalbare. Ook al denk je van ja, ik heb het niet in me. Trust me. Als je in jezelf gelooft, dan kun je zoveel doen en dan kun je zo ver komen. En ik knijp mezelf echt elke dag dat ik denk, mag ik dit letterlijk allemaal doen wat ik doe? En daar ben ik echt nog elke dag gewoon heel erg dankbaar voor. En ik ben 3FM heel erg dankbaar dat ik hier fantastische jaren radio mocht maken. I'll go out with a bang. Maar die is al geplopt. Applaus voor Saskia. We kloppen de champagne. Mensen, blijf altijd jezelf geloven. Dat is de mooiste boodschap die ik iedereen kan meegeven. Want het brengt je op de mooiste plekken. Oh. Jij hebt een weekend. Ja, inderdaad. Cheers. Cheers. Deze is voor Sas. Sas heeft gisteren de laatste uitzending gehad. Jeppie is best vaak wakker geweest. Dus wij kunnen allebei wel de koffie gebruiken, maar cappuccino is voor Sas. Ja, voorlopig ook vandaag een van de laatste, denk ik. Want we moeten naar het ziekenhuis. Alsjeblieft. Klopt, het is vandaag tijd voor de verstandskiezen. Die gaan eruit. Ik wil niet. Oh, ik vind het zo erg. Ik kijk heel erg tegenop. Gisteravond had de laatste uitzending. En dan zo meteen verstandskiezen. Nou, echt een leuke weekend, kan ik me niet voorstellen. Maar tot die tijd hebben we het hier wel heel gezellig. Met Jeppie's speelpaleis. Dat is zo leuk. Dat is een speeltafel van Little Tykes. En hier kun je dus echt eindeloos mee spelen en ontdekken en dingen vinden en draaien en bewegen. En Jeppe is er echt helemaal verliefd op. Ik dacht altijd dat ik geen speelgoed wilde wat heel veel geluid zou maken. Zoals dit. Maar ik vind het zo leuk. Want elke keer als er een geluidje is, dan triggert het hem weer om iets te gaan doen. Als je het zo omvouwt. Goed zo! Maar het is zo grappig. Kijk, het is een alligator geworden. De alligator is groen. Ja. Kan jij hem vinden? Kijk. Zo goed. Het aardje klinkt goed. Zie je later, alligator. Dit is zo leuk om te zien, want hij gaat overal aan zitten, gaat alles bewegen, omdat alles geluidjes maakt. En hij kan al zoveel. Dus daarom ben ik zo dol op dit ding. Omdat hij er gewoon heel gelukkig van wordt. Ik vind het zo schattig. En elke dag begrijpt hij weer iets meer. En dit is mijn favoriet. Wat is dat nou? Ja, hier! Een alligator. Dit soort speelgoed, wat een beetje geluid maakt en kleurrijk is, dat vinden ze super leuk. Dat triggert ze een beetje en dat prikkelt ze. Al die dingetjes die kunnen ronddraaien en dan gaat hij eraan zitten. En dit kan ook ronddraaien, daar zit hij ook dagen mee te spelen. Zijn vingertjes erin, dingetjes om te draaien. Druk maar, deze ken je wel. Hoe ging dat ook alweer? Goed zo, snotneus. Drukken, drukken. Ja! Wie is daar? Is dat de giraf? En het leuke is trouwens ook, je kan ook onderdelen gewoon eraf halen en meenemen onderweg. Zoals dit hele huis. Kan gewoon dicht. En er zitten allemaal verschillende draaidingetjes op. Deurtjes. Dingetjes. Je kan het gewoon mee. In de luiertas.
En dan kun je Jeppie overal spelen. Ja, hè? Dus laatst was mijn nichtje hier van 2. En die stond dus ook gewoon aan het tafeltje. Die konden er ook nog mee spelen, want er zitten van die pootjes bij. 4 poten. En dan wordt het dus een hooktafeltje. En dan kunnen ze eraan staan en dan kun je ook nog overal gewoon mee spelen. Dus het groeit een beetje met je mee. En je kan een beetje erbij houden wat hij al wel kan en wat hij nog niet kan. Maar ik vind het echt super leuk. Ga je nog even verder spelen, Jeppie? Ga je nog even verder spelen? Ja. Dan gaat mama eventjes huilen in een hoekje. Ja, ik ga zo naar het ziekenhuis, maar we nemen je uiteraard mee. Maar eerst nog even een leuke afleiding met dit. Dat lijkt me heel verstandig. Zou ook iets voor jou meenemen, Sas, hiervan? Deze neem ik mee. Als een soort lucky giraf. Mag dat echt? Van mij mag dat zeker. Sassafras, sassafras, sassafras. Ik wil niet. Ik wil echt oprecht gewoon echt niet. Niemand wil dit. Jij wil dit nog het minst van iedereen. Ik ben best wel een beetje bang voor de tandarts. Verstandskiezen laten trekken is zeg maar tandarts keer 600. Ja, ik vind het ook verschrikkelijk. Maar ik ben ervaringsdeskundige. Ik heb al mijn verstandskiezen er al uitgehaald. Ja. Ik heb een paar wortelkanaalbehandelingen gehad. En ik leef nog steeds. Wortelkanaalbehandelingen. Sorry, dames en heren. Wortelkanaalbehandelingen. En ik leef nog steeds. Dat is wel waar. Ik heb deze kant ook al een keer getrokken. Dat vond ik echt vreselijk. En nu moet de andere kant. Maar... Ik heb er echt 6 jaar over gedaan om deze afspraak te maken. Hij staat, hij is nu. En ik kijk er tegenop. Zo, wij zitten in een verschoningskamer. Wij dachten, we kunnen niet te veel in het ziekenhuis, want het wordt niet echt op prijs gesteld. Maar wel in een verschoningskamer. En niet alleen om te filmen, maar ook echt voor de hoofdtaak verschonen. Sas is ondertussen in de operatiekamer. Ze wordt nu behandeld. Wij mochten er niet bij zijn, met Jeppe niet, want het schijnt dus dat ze gaan boren in de verstandskies om hem los te krijgen of wat dan ook. En dat schijnt best wel wat herrie te maken. Voelt hem aankomen. Dat vindt Jeppe niet leuk. Sas nog veel minder, denk ik, nu eerlijk gezegd. Maar ik weet zeker dat het goed komt. We gaan zien hoe ze zich straks voelt. Maar eerst dit varkje even wassen. Toch, Jeppie? Sas een frasje. Oh. Hoe gaat het met je? Nou, ik kan nog niet zo heel veel praten, want dit is nog allemaal verdoofd en ik moet mijn tanden op elkaar houden, want er zit een gaasje tussen. Een gaasje? Ja, wat ze hebben daar gehecht. Mm-hmm. Maar het gaat wel goed op zich, het deed geen pijn. Het was wel vervelend, maar dat hoort een beetje bij. Want dat is heel grappig, want je moest zeg maar, voordat ze gingen beginnen, zeggen hoe je heet en je geboortedatum en waarvoor je komt. En toen moest ik een beetje lachen, dus toen zei ik, ja, ik ben de Saskia Weerstand, ik ben dan geboren. En als het goed is, trekken jullie nu mijn dikke darm eruit. Zei je dat echt? En toen begonnen ze te trekken, of niet? Nou, toen moest je wel lachen. Is dat een soort controlevraag of zo? Mm-hmm. Oh, oké. Bizar. Nou, ze gingen erin met een lach en eruit met een lach. En dit is ijs om het een beetje te koelen, anders gaat het heel erg zwellen. Je klinkt heel sip. Ik ben niet sip. Nee, maar... Yay! Hartstikke blij. Ja, toch? Oh, schatje. Nou ja, het was de laatste keer, toch? Je hebt dat al een keer gehad. Dit waren de laatste. Ja. Nooit meer. Het lijkt dat je nu net als jij me heel hard op mijn bek geslagen. Ja, precies. We gaan lekker naar huis. Een boer zoekt vrouw terugkijken. Ja. Dat, een beetje. En hopen dat het niet gaat zwellen. En pijnstillers. Oh. Doei. Avondje uit, nummer... Hoeveel zou het al zijn? Super belangrijk. Is het belangrijk dat je eventjes de deur uitgaat, al is het maar een paar uurtjes. Jeppe slaapt al lekker, dus we laten hem goed achter bij de oppas. Ja. Dus hij merkt het niet eens, maar wij gaan ondertussen gewoon even lekker naar ADR. Ja, 538 DJ Hotel, Showcase, Lucas en Steve en een hele rare reality pot van David Guetta. Maar dit is bij ons om de hoek hier. Ja. Dus dat is sowieso relaxed, we zijn op het fietsje. Maar we gaan maar heel kort, we gaan even een paar uurtjes kijken en dan gaan we weer lekker terug naar huis. De wang, even een update. Kijk, dit is de wang nu. Het is best wel gaan zwellen. Het is al wel echt minder dan gisteren, want gisteren had ik echt zo'n ei. En nu is het een soort van dit, dus na 2 dagen. Ik heb wel echt best wel veel pijn. Nu maar ook? Daar heb ik heel goede pijnstilling voor. Mm. Nu, ja, nou ja, ook wel, maar ik heb nu voor het eerst geen pijnstillers. Dus dit is zeg maar hoe het echt voelt en ik kan er gewoon mee leven. Dus vanaf hier kan het alleen maar beter gaan. Okay. Maar dat is even de kleine update over de wang en ik. We hebben een gastenlijstplek, plus 1. Ik hoop niet dat de wang ook plus, telt als 1. Plus 1,5. Het is niet heel charmant. Ik voel me ook niet heel charmant. Maar hey, hoort er allemaal bij. Let's go.
Mijn beurt bijna. Dit is zeg maar het hokje, zo'n reality pool. Daar ga ik zo meteen in zitten. Wat het eigenlijk doet, al je zintuigen worden zo meteen geprikkeld. Horen? Ja. Zien? Moet je uitbeelden? Ruiken? Nee. Ik denk dat je die gaat proeven, denk ik. Je moet je mond open houden. En heat. Eén voor één gaan we naar binnen. Ja, jij mag zitten. Ik ga als eerste. Oké, okay, ik moet weer spits afbijten. Alsof je in Stranger Things zit. Als je de serie hebt gekeken, zo raar. Je zit gewoon in Stranger Things. Ja, ja, ja. Super vet. Nog een keer? Nee, we gaan nu dansen. Oh ja, we gaan nu dansen, ja. Ja, ja, ja. We zijn aangekomen bij deel 2 van de avond. Ik ga een beetje de zin erbij. Kijk zo maar. Het zit erop. We zijn uitgefeest. Ja, uitgefeest. We staan op hetzelfde plekje als waar we begonnen waren. Maar nu op ons kop. 4 uur of later? Nee. Op ons kop? Ja. Nee. Het was super leuk. Ja, was toch? Heel gezellig. Nu heel snel naar huis. Een oppas. Aflossen. En snel slapen. Je moet morgen gewoon weer werken. Ja. Maar het was wel leuk, toch? Zeker. Super goede muziek. Super leuk feestje. Leuke nieuwe dingen gehoord. Heel tof. Dank je wel. Naar huis. Snel slapen. Sas. Ja. Oh, sorry. Ik liet je schrikken, of niet? Ik zat in mijn speelpaleis. Ja, je bent nu voor het eerst een weekendje echt vrij, hè? Ja! Hoe bevalt dat? Lekker. Lekker. Lekker chill. Uitgeslapen, vroeg in bed. Maar je moet je even klaarmaken, want ik heb een verrassing voor je. Ik heb een verrassing voor je en het is zelfs zo'n geheime verrassing dat je die blinddoek om moet doen. Nee, wacht. Eerst je spullen pakken in een koffer. En dan de blinddoek. Ja, in een koffer. Ja, ja, ja. We gaan eventjes weg. Hoe lang? 1 nachtje. Dus eerst je koffer inpakken voordat je een blinddoek op doet, anders krijg je helemaal gekke spullen in je. Maar, wat? Een nachtje weg? Ja. Wat moet ik mee? Als ook bikini, juist... Alles, bikini. Alles. Laarzen, regenpak. Gewoon echt een nachtje weg. En we gaan echt een nachtje weg. Ga je Jeppe mee? Ja. Jippie! En Jeppe moet ook geblinddoekt. Nee. Ik wilde toch even vieren dat je voor het eerst weer een echt weekend vrij bent. Ik vind het echt heel spannend. Ja, het is superleuk. Ik vind het net zo spannend, want ik ben niet zo goed in dat soort dingen. Maar we gaan het zien. Heb je het zelf georganiseerd? Ik heb het helemaal zelf georganiseerd. Doe maar snel je blinddoek om. Ja, maar liefie. Hoeveel vingers steek ik op? Wow, wacht. Oh, ja? De home tour dan. Oké, we zullen heel eerlijk zijn over de home tour. De wc is klaar. Het plankje hangt. Toen werd mijn verstandskies getrokken. En dit is nu... bijna na een week. Ik voel me nu eindelijk pas weer normaal. Dus we hebben ons huis gewoon niet afgekregen. Spijt ons. Home tour komt as soon as alles af is. Maar het gaat gewoon nu niet lukken. Nee. Ik heb echt een hele week gewoon nog afgelegen en niks kunnen doen. Nee, en we hebben nog best wel grootse plannen. Dus daar hebben we wel tijd voor nodig. En vandaag gaan we het dus ook niet doen. Nee. Over hoe laat moet ik klaarstaan? Over anderhalf uur. Anderhalf uur? Over anderhalf uur moet alles klaarstaan. Oh, ik ben in 10 minuten klaar. Ja, blinddoek om, blinddoek om. Nee, maar die kan ik niet inpakken. Oh, dat vind ik echt heel spannend. Leuk. Ja, wat we gaan doen is hier in de volgende vlog. Wat Saskia gaat vinden van de verrassing. Dit is het einde van deze vlog. Vergeet... Spannend! Vergeet niet te abonneren, te liken, te sharen. Maar vooral te abonneren, dat lijkt ons heel leuk. Super bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!